vlammen op de dansvloer. Sorry, Norbert. Ik test mijn rookmachine om te zorgen dat die klaar is. Mijn grote discofeest vanavond. Jouw grote discofeest? Maar het grote feest is toch voor iedereen? Maar, Sarah, ik heb een hele nieuwe dans geleerd van het internet. Tada! En Mark en Jan zeiden dat ik hem mag voordoen in mijn eentje. Terwijl iedereen toekijkt om de avond mee te openen. Dat wordt straks swingend spectaculair. Norbert dans! Huh? Norbert dans! Wat? Dit is Lily's lievelingslied. Wat fijn dat ze iemand heeft om mee te dansen vanavond. Nog eens, nog eens. Nou, disco jongen. Zo te zien heb je nu een danspartner. Maar straks verpest ze mijn spectaculaire moment. Zo, Jupiter is geolied en de brandblussers zijn aangekeken. Heel goed, Jenny. Mooi. Dan gaan we ons nu allemaal fijn bezighouden met... brandweeroefening. Oh, jullie doen niet mee met die brandweeroefening, of wel? Sorry, Sam. We waren aan het oefenen op de finale van onze dansroutine voor de disco vanavond. Die heet De Grote Lift. En hij gaat mooi niet oefenen op die grote lift met mij, totdat het hem goed lukt met Dolly. En volgens mij moet je nog eventjes flink dooroefenen, Elvis. Norbert, wat doe jij nou weer op de grond? Stil. Ik verstop me voor Lily. Niet zeggen dat ik hier zit. Geen zorgen, Norbert. Ik zal Lily niet vertellen dat je achter de luidspreker zit. Oh, zo te horen werkt de microfoon. Dit is denk ik de mooiste discobaltaart die er ooit is gemaakt, mam. Oh, dankjewel, lieverd. Hopelijk smaakt hij net zo lekker als hij lijkt. Verstop me! Verstop me! Lily, blijf maar proberen om met me te dansen. En ik moet echt mijn moves oefenen. Norbert, je doet weer belachelijk. Oh nee, daar komt ze! Ik moet wegwezen, ik moet wegwezen. Mooi. Terug naar de... We zijn nog aan het dansen. Buig je knieën, Elvis. Buig je knieën. Kijk, zo. Kom op, Sam. Kom Elvis even helpen. Nou weet je, ik ben niet echt zo'n disco-danserig persoon. Oh, begin jij nu ook al, Radar? Goed. Ach, het zal allemaal wel hetzelfde zijn als de brandweerlifttechniek. Ha. Goed, zorg eerst dat je stevig staat, Elvis. Armen omhoog en wacht op de sprong. Kom maar, Ellen. Vergeet niet je knieën te buigen, Elvis. Sorry, commandant. Alle brandweerslangen nog aan toe. Volgens mij heb je je knieën iets te veel gewogen, Elvis. Nog maar een paar minuutjes te gaan, dus trek je discobroek maar aan en maak je klaar om te dansen. Oeh, dan ga ik ook mijn discobroek maar even aantrekken. Heeft mam een discobroek dan? Sta je klaar, Norbert? Ja, volgens mij is ze weg. Oké, piekenpolder poppinlokkers. Bijna tijd om te groeven op die funky discobeat. Ja, maar eerst laten we ons betoveren en verbazen door de hippe disco moves van meneer Norbert Puck. Norbert dans! Oh nee, ze meteen verpesten mijn dans. Als we niet kunnen.
zien dan. Disco al begonnen. En welke zal ik aantrekken? Ja. Paars is inderdaad mooi. Oh, nee. Zet die rampmachine uit, Jan! Maar die staat al wat uit. Er is brand. Onder aan de trap. Oh, nee. Laten we maar snel de brandweer bellen. Viscafé staat in brand en Brenda zit boven vast in haar paarse discobroek. Het Volviscafé staat in brand en Brenda zit boven vast in haar paarse discobroek. Sam, ga jij met Ellen en Jupiter? Dan gaan Elvis en ik met Venus 2. Zo te zien is alles veilig, Jenny. Begrepen, Ellen. Norbert Puck, die rookmachine zomaar aanzetten was echt een heel gevaarlijke actie. En dit was allemaal niet gebeurd als je met Lily had gedanst. Het spijt me. Dan ga ik nu wel met Lily dansen. Norbert dans? Ja, ik kom al. Gelukkige eerste hulp. Ah! Oh! Au! Oh, wow, wow! Sjouw, sjouw! Je hoeft het ook niet te overdrijven, Sam. Het is maar een oefening. Oh, sorry, Nelly. Ik dacht, ja, ik maak het wat realistischer. Op naar de ambulance! Hey. Oh, Elvis! Oh. Oh! Nooit geweten dat acteren zo pijn kan doen. Oh, sorry, Sam. Oké, pioniers. Iedereen weet waar we heen gaan, hè? Naar de Boerenberg. Om op een echte locatie te oefenen met eerste hulp in de bergen. Daar weet ik alles aan over. Dankzij mijn nieuwe boek, Eerste Hulp voor Pioniers. Daar weet ik alles al over. Dankzij mijn nieuwe boek. Norbert, hou op. Goed, kom op, pioniers. Naar de Boerenberg. Weet je wat de meest voorkomende oorzaak van ongelukken tijdens het lopen is?
Ik wel. Dat is het verkeerde schoeisel dragen. Dat is het verkeerde beginnetje. Norbert. Oké, Elvis. De patiënt ligt in de ambulance. Nu moet hij alleen nog veilig naar het ziekenhuis. Naar het ziekenhuis! Ho, Elvis. Als je een gewond persoon moet vervoeren, is voorzichtigheid veel belangrijker dan snelheid. Sorry, Nelly. Dat is oké, Elvis. Ik heb een idee dat jou kan helpen met rustiger rijden. Oeh, lekker frisdrank. Ik ben gek op frisdrank. Deze frisdrank is niet om op te drinken, Elvis. Oh. Ik wil graag dat jij zo constant en voorzichtig rijdt dat je geen druppel morst. Succes, Sam. Dank je, Jenny. Heb ik wel nodig. Oh. Geen zorgen, Elvis. Ik haal wel even een nieuw blikje frisdrank. En dan haal ik een droge broek. Oh. Weten jullie het verschil tussen een kneuzing en een verstuiking? Oh. Ik wel. Had ik hem dat boek maar nooit voor zijn verjaardag gegeven. Kennen jullie alle verschillende soorten botten in de voet? Ik wel. Je hebt het hielbeen, middenvoetsbeentjes, voetbotten. Hou eens op met lezen en kijk uit waar je loopt. Oh, au, au. Oh, Klaas, is alles oké? Nee, het voelt alsof ik alle mogelijke botjes in mijn voet heb gebroken. Ah, oh nee, leidengewond. Bijensteken? Nee. Schaafwonden? Brandnetels? Nee. Oh. Rustig aan, ja. Maar ik kan niet vinden wat we nu moeten doen. Oh, nee. Ik weet het. Bel het reddingsteam. Geen bereik. Oh. Geen zorgen hoor, Klaas. Ik krijg wel bereik. En dan bel ik hulp. Maar Jaap, ga niet te ver van de groep. Zal ik hem gaan halen, Klaas? Nee, Sarah, niet opspitsen. Help me mijn enkel verbinden en dan gaan we hem allemaal samen zoeken. Oh, kijk eens aan. Hoe verbind je een enkel? Geen zorgen hoor, Klaas. Je bent in goede handen. Au! Voorzichtig. Rustig. Langzaam. Voorzichtig. Ben ik wel voorzichtig genoeg met je, Sam? Rijden we dan, Elvis? Ik dacht dat we nog niet waren vertrokken. Misschien kun je een klein beetje meer gas geven. Oh, oké. Nee, wacht! Oh, nee. Nu lijkt het weer alsof ik in mijn broek heb geplast. Ik denk dat het beter is als ik achter het stuur ga zitten, Elvis. Ik moet hier toch ergens bereik krijgen? Ik weet niet meer wat er in het boek stond over regels. En ik heb ook nog steeds geen bereik. Meestal is daar verderop wel bereik. Waarschijnlijk is Jaap daarheen gegaan. Ik heb hier al gewoon bereik, hoor. Ik wilde dat we Jaap konden bereiken. Jaap! Jaap! Jongens, we kunnen maar beter het bergreddingsteam bellen. Jaap Jansen wordt vermist in de bergen. Er wordt om een zoek- en reddingsmissie gevraagd. Jaap Jansen wordt vermist in de bergen. We moeten een zoek- en reddingsactie starten. Ik ga met Jenny en Tom in Wallaby 2. Sam, jij biedt ondersteuning in de ambulance. Begrepen, Nelly.
Hopelijk vinden we hem snel. De zon begint nu toch echt onder te gaan. Het wordt al donker, Tom. We moeten Jaap snel vinden. Begrepen, Sam. Ik wissel nu naar de warmtecamera. Bingo. Zo te zien hebben we hem. Ben je klaar om te gaan, Nelly? Zeker weten, Tom. Geen zorgen, Jaap. Alles gaat nu helemaal goed komen. Ben je gewond? Nee. Volgens mij niet. Hou je goed vast, Jaap. We gaan je hier weghalen. Ik heb hem, Jenny. Haal ons omhoog. Begrepen, Nelly? Hou hem stabiel, Tom. Hij is niet gewond, Sam, maar voorzichtig op de terugrit. Ik denk dat hij voor vandaag wel genoeg avontuur heeft beleefd. Begrepen, Nelly. En geen zorgen, ik zal denken aan de frisdrank. Goed gedaan, pioniers. En jullie hebben je best gedaan op dat verband, zie ik. Dat heb ik gedaan. Het is heel goed dat je zoveel hebt geleerd van je boek, Jaap. Maar je vergat wat er staat op de eerste bladzijde. Gefeliciteerd, Jaap. Liefst van je zusje, Sarah. Niet dat, Jaap. Misschien volgende? Inhoud? Nee, Jaap, die bedoel ik ook niet. Oh, hier staat het. Blijf altijd rustig. Ja, dat is hem, Jaap. Blijf altijd rustig. Wil je misschien met mij mee in de ambulance terug naar Piekenvolder rijden, Klaas? Misschien is het dan beter als ik rij, Elvis. Dan geef ik je nog wat tips voor op de terugweg. Oh, oké, Nelly. Mag ik dan misschien deze keer de frisdrank opdrinken? Wasstraatwaanzin. Ik kan niet wachten op die nieuwe Flex Dexter film. Ik ook niet. We moeten 6 auto's wassen en dan hebben we genoeg centjes. Geweldig! Als ik later groot ben, wil ik ook een actieheld worden. Net als Flex Dexter! Ja, je bent echt net een actieheld, hoor. Hoi, Mark. Wil jij onze eerste autowasklant zijn? Oh, sorry, Sarah. Maar de bus is net gewassen. En ik moet zeggen, dat hebben Norbert en Hanna goed gedaan. Norbert en Hanna? Oh, ja. Oh, ze hebben een hoge drukspuit en alles. Dus ze zitten nooit met de voet vast in een emmer. Als zij al onze klanten stelen. Sorry, jongens. Zaken zijn zaken. Goed, er is een druppende kraan die op mij wacht. Volgens mij moeten wij even gaan praten met Norbert en Hanna. Goed, allemaal. Iedereen kent zijn motivatie. Bodycams aan. Dan schrijven we reddingsbrigade filmgeschiedenis. Volgens mij is het regisseren van het reddingsfilmpje Commandant Staal een beetje naar het hoofd gestegen. Kom op, Ellie. Als Hollywood belt, dan lig ik in het water. Actie. Denk eraan, Sam. Je bent vermist op zee en moet worden gered. Help! Ik ben vermist op zee en moet worden gered. Nu, Chris Payne! Ik ben de koning van de wereld! Stop! Oh, Chris Payne! Ik zie alleen maar je neusgaten! Hij blijft daar niet hangen als een slappe zak aardappelen! Oh, op deze manier wordt het de slechtste reddingsbrigadefilm ooit! Jullie twee, stop onmiddellijk met het wassen van die auto's! Die wasstraat was ons idee! Echt niet? Wij willen ook naar de nieuwe film van Flex Dexter toe! En wij kopen daar ook nog popcorn en frisdrank bij! Norbert, kom op! Tijd is geld! Hou op met praten en kom hier met die wax. Ze hebben wax. En wij hebben niet eens schoon water. Het is niet
onze schuld dat jullie wasstraat zo suf is. Dat zullen we nog wel zien, Norbert Puck. Want wij gaan namelijk... Onze wasstraat hierheen verplaatsen. Ja. Ja. Dan zullen we wel eens zien wie de klanten krijgt. Hees hem in het harnas, Crispy. En richt je bodycam op hem terwijl je dat doet. Allebei tegelijk doen is best lastig. Dat is een interessante manier om het te doen. Speel nu paniek, Sam. Help! Ik ben vermist op zee. Je moet worden gered. Crispy, doe het deze keer iets meer als een actieheld. Kan dat? Zie het als een uitdaging. Oeh, anders span ik dit keer mijn spieren flink aan en geef ik je een Flex Dexter glimlach. Dit ziet er niet veel beter uit. Hij zat nou maar in dat harnas, Elvis. Oké, Ellen. Tom, volgens mij zijn we er klaar voor. Haal ons maar op. En daar gaan we. De belangrijke actiescène. Hollywood! Stop! Hallo, mevrouw Voet. Welkom bij de beste wasstraat in deze stad. Ja, en dat zijn wij dus. In onze straat krijg je gratis een glaasje fris tijdens het wachten. En je mag Wolly aaien. Maar in onze wasstraat maken we de buiten- en de binnenkant schoon. Nou, ik lust wel een glaasje fris. Woehoe. Maar mam, jij bent mijn mam. Ja, dat is ook weer waar. Ga je gang dan, Sarah. Spoed ze maar. Goed, team. Sappen maar! En daar is mijn moeder. Wij kunnen jouw valse spelletje ook spelen, Manny. Laat je auto wassen door ons, Stiebertje. Dan krijg je gratis limonade. En je mag Wolly aaien. Sorry, maar ik ga liever naar die wasstraat. Wat? Het spijt me, mijn kleine schatje. Maar je hebt die vreselijke fruitkogel op het dashboard geplakt. En zo te zien maken zij de auto's zowel van binnen als van buiten schoon. Wie plakt er nou kauwgom op het dashboard, Norbert? Oeh, wat? Oeh, pech! Dat was jij vollig, normaal! Oh nee, Diebertje. Er zit nog een stuk fruitkogel aan je blouse vastgeplakt. Sjoe, sjoe, Polly. Sjoe, stoutschaar. Schiet op, Sarah. We hebben alweer een nieuwe klant. Ik ga zo snel als ik kan. Oeh, ik word opgegeten door een schaap. Oh, Sarah, kijk uit. Je rolt weg. Van de heuvel. Ja, en ze rijdt naar het strand toe. Bel de reddingsbrigade. Sarah Janssen zit alleen in de rijdende auto van zuster Voet en rijdt op de zee af. Sarah Janssen zit alleen in de rijdende auto van zuster Voet en rijdt op de zee af. Ik begrijp, Sam. Oké, Sarah. Als je je gordel hebt afgedaan,
draai je het raampje open en klim je de auto uit. Onthoud goed. Gordel, raampje, uit. Ik snap het om, Sam. Gordel, raampje, uit. Gordel, raampje... uit. Goed zo, Sarah. Geen zorgen, Sarah. Ik heb je. Gelukkig is iedereen weer veilig, Sam. Maar onze oefening ging niet helemaal volgens plan. En ik heb geen mooie beelden kunnen maken voor mijn reddingsbrigadefilm-epos. U heeft misschien het beste reddingsbrigadefilm-epos ooit, commandant. Alle bodycams stonden nog aan tijdens een reddingsactie van Sarah. Ik weet dat je het niet expres deed, Sarah. Maar je moet heel voorzichtig zijn als je in een auto zit en nooit aan de besturing of knopjes zitten. Sorry, Jenny. Ik denk niet dat we nu nog naar die nieuwe film van Flex Dexter kunnen gaan. Daar zou ik me maar geen zorgen over maken, Jaap. Ik heb hier een veel gavere film die jullie kunnen zien. Welkom bij de première van onze nieuwe promotievideo. Met een debuterende nieuwe actieheld en aankomende ster van het Witte Doek. Elvis Kispijn. Feestelijk vuurwerk. Bedankt voor de uitnodiging, grote zus. Ik kijk heel erg uit naar mijn eerste vuurwerkfeest in Piekenpolder. En dit jaar is het extra spannend. Er is een grote officiële vuurwerkshow in het park. En eentje hier, onder supervisie van koning vuurwerk zelf, Jaap Vonk. Oeh, daar zijn ze. Schouw, de pyrotechnische lanceermodule 2000. Wauw, moet je al dat vuurwerk zien? Alles gaat via Bluetooth en dit is het lanceringsmechanisme. Oh, oké, pap. Ga het nu maar klaarzetten. Hou op met praten en ga aan het werk. Rustig aan, Hanna. Een spectaculaire vuurwerk zo in elkaar zetten kost tijd. Hoeveel tijd? Ongeveer een uurtje. Oeh, in dat geval pak ik even mijn barbecue. Wacht maar. Maar kunnen we dan ook nog wel naar het professionele vuurwerk? Dat hoop ik wel. Er zijn mij 2 vuurwerkshows beloofd vandaag. Ik hoop echt dat mijn vader een beetje opschiet. Vuurwerk maakt heel veel lawaai en is ook heel vaak onvoorspelbaar. Dus vergeet nooit te allen tijden afstand te houden. En als je het geknal en geflits niet fijn vindt, moet je binnen blijven. Dus misschien is dat een mooie plek voor jullie vanavond. Lekker binnen. Geen zorgen om Sam. Wij zorgen wel dat ze binnen blijven. We zijn heel erg goed met dieren. Kom maar, Snubby. Volgens mij hebben ze niet gevangen, Omsan. Nee, Jaap. Volgens mij ook niet. Deze hotdogs zijn verrassend, krokant. Oh, maak je maar niet ongerust. We hebben er meer dan genoeg. Skiddelidopo, skiddelidopo, yo, skiddelidopo. Goed, moest buis A in buis B of moest B juist in D? Pap, het duurt al veel langer dan een uur. Als we nu niet beginnen, mist iedereen het officiële vuurwerk. Ik ben bijna klaar. Nog een klein half uurtje of zo. Nou, in dat geval zullen we de tweede ronde doen. Er is genoeg voor iedereen. Toe, zorg dat je papa opschiet. Ik kan niet nog meer verbrande hotdogs aan. Alles smaakt nu naar houtskool. Schiet nou op, pap. Dat was leuk.
Zo zou ik het niet willen noemen, Sarah. Maar gelukkig zitten ze wel binnen nu. Hier zijn ze veilig voor al het geknal en geflits. Goed, dan ga ik maar weer eens naar de kazerne. En geen zorgen, oom Sam. Wij zorgen dat we de beestjes binnen houden vanavond. Oh, Snuffy! Oh. Die twee moeten zeker weten binnen blijven. En in aparte kamers. Was het nou de bonkende Jupiter of de lichtkogel die een superkanon 7 moest? Het maakt niet uit hoe ze heten, Bob. Steek ze gewoon af. Ja, geef me nog 20 minuutjes. 20 minuten? Oh, zorg nou dat je vader opschiet. We hebben oom Marco beloofd dat we ook naar het officiële vuurwerk gaan. Dit is zo'n enorme ramp, pap. Er is toch vast al genoeg vuurwerk om te beginnen? Oké. Geef me dan nog 10 minuutjes om een veiligheidscheck te doen. Ik zeg het niet graag, maar als we niet snel beginnen, halen we het officiële vuurwerk niet. Goed. Veiligheidscheck nummer 1. Controleer of de basis goed vastzit. Pap, kom op. Oké, dan... We doen het gewoon. Druk maar, Hanna. Maar Saturnus moet ons de locaties doorgeven. Begrepen, Sam. Ik lanceer Saturnus nu. Sam, in de noordoostelijke bonden zijn er meerdere branden. Begrepen, Elvis. We zijn onderweg. Sam, hoe is de situatie daar? We hebben hier alles onder controle, Jenny. Het spijt me verschrikkelijk. Ik was te gehaast bij het bouwen van de pyrotechnische lanceringsmodule 2000. En ik had geen tijd meer voor de laatste veiligheidscheck. Nee, het is mijn schuld, omdat ik zo ongeduldig was. Ik had je meer tijd moeten geven.
Het was het wachten waard geweest. Maar hoe mooi het dan ook was, de veiligste manier om te genieten van vuurwerk is als het door professionals wordt georganiseerd. Maar dat hebben we nu allemaal gemist. Oh nee, heus niet. Als jullie opschieten, zien jullie het begin nog. Kunnen we erheen, pap? Ja, natuurlijk, lieverd. Gaaf. Dan zie ik toch nog 2 vuurwerkshows vandaag. En hopelijk belandt dit vuurwerk precies waar het hoort. Hoog in de lucht. In het park. Het Piekenbolder pizzafeestje krijgt al vorm. Proeftafels, check. Pizzaproevend gastjurylid, check. Hongerig publiek? Ja! Geweldig. Goed, eens zien of de pizzabakkers klaar zijn om te beginnen. Hoe gaat het hier, Karel? Ik heb hele zeilboten gebouwd in minder tijd dan deze. Maar ik ben klaar. In deze oven kunnen we bakken op echt hout. En daarmee maken we de beste pizza's die Piekenpolle ooit heeft geproefd. Echt geen kans dat dat ding het wint van onze oven. Hij werkt op gas. Ik kan meteen beginnen. Ik hoef alleen maar op het knopje te drukken. Niemand maakt een kans tegen Team Buck. Hoe gaat het daar met ons oventje, mam? Stekker erin, dus hij is klaar om te gaan. Dus welke pizza gaat het eerst in de magnetron, Norbert? Alleen met kaas of de salami-peperverrassing? Snel, pap! Alle anderen zijn klaar om te gaan! Oké. Zo te zien heeft iemand weer zijn barbecue-kooltjes in de prullenbak gegooid. Hopelijk duurt dit niet al te lang. We willen natuurlijk niet het pizzafeest missen. De branden gaan voor, Elvis. En hoe sneller deze uit is, hoe sneller jij... mijn mond vol kan proppen met gesmolten kaas en hartige tomatensaus op een zachte, dikke bodem. Oeh, yummy. Nou, rustig maar, Elvis. Met een beetje water en blusschuim moet dit zo geregeld zijn. Bluskaas? Oh, ik bedoel blusschuim. Komt eraan. Sorry, Sam. Ellen, wat is jouw lievelingspizza? Mijn zeker weten Hawaii met extra kaas. Oh, goeie vraag zeg. Doorwerken, geen pizzapraat tijdens de dienst. En wie heeft het ooit bedacht, ananas op pizza? Ja, kijk, als we het nou hebben over pepperoni. Ja, dat is pizza. Goed allemaal, het proeven begint over 20 minuten. Bak je pizza. Bereid je deeg en kies je beleg. Oeh, die gaat hoog, Mandy. Schiet op, pap. De pizza's zijn bijna klaar voor de oven. Rustig aan, jongens. De oven moet nog opwarmen. We willen niet rustig aan doen. We willen winnen! Als hij nou maar niet naar jouw aftershave smaakt, pap. Ik krijg hem er niet. In! Ja! Bosbrand! Blust! Uitstekend werk, team! Goed, dan gaan we nu terug naar de... pizza's? Doe zeg pizza's! Oh, doe zeg pizza's! Nou, Crispijn, eigenlijk wilde ik zeggen kazerne. Maar nu we het erover hebben... oh, van al dat praten over pizza's heb ik behoorlijk trek gekregen. Oh, ik ga inpakken! Om de een of andere reden denk ik op dit moment meer aan spaghetti dan aan pizza. Iedereen nog 10 minuten tot het proeven. We moeten hem gaan bakken, pap. Komt in orde, Mandy.
vlammetjes klaar en bakken maar. Oh, ziet er goed uit, Bob. Schiet op, Bob. We wachten. Het vuurtje brandt al, maar hij is nog niet echt warm genoeg. Oh. Snel, alle anderen zijn al lang aan het bakken. Tijd is bijna om. En bing! Team Puck is klaar, hoor. Tada! Oh, een authentiek detail. Die van ons is ook klaar. Oh, oh, erg mooi. Ik ben er blij mee. Wij gaan zeker winnen. Maar we winnen niet als ze niet helemaal gaar zijn. Goed, laten we bakken dan. 30 seconden. Ah! We moeten ze er nu uithalen. Oké. Wauw, ze zien er geweldig uit. Niets aan ons beginnen. Niets houdt ons nu nog tegen. De pizza's zijn klaar. Ja. Nu gaan we naar Bella voor het proeven. Zullen we beginnen met deze? Amor. Het brandt! Het brandt! Maar ik heb er helemaal geen pepers op gedaan. Nee, Bella bedoelt een echte brand. Kijk. Ik ga de kazerne bellen. Er is brand in Piekepolderpark. En alle pizza's dreigen vlam te vatten. Er is brand in Piekepolderpark. En alle pizza's dreigen vlam te vatten. Oeh, niet de pizza's! De pizza's! Iedereen, ga naar achter voor je eigen veiligheid. Bedankt. Oké, team. Zo te zien hebben we een brandende houtoven, een volle gastank en een magnetron op netstroom. Ik koppel de magnetron los. Dan hou ik de gastank wel cool. Begrepen, Ellen. De brand verspreidt zich. Laat mij maar staan. De pizza! Zo te zien is de brand begonnen bij deze houtoven. Sorry, Sam. Dat is onze oven. Ik heb misschien een beetje te veel haast gehad. Dat was de schuld van Jaap. Hij zat papa op te jagen. Oh, echt niet. Dat was jij. Goed, wie het dan ook was. Je moet eraan denken altijd voorzichtig te blijven als je buiten kookt. En zeker als je echte vlammen gebruikt. Sorry, Ellen. Zeg eens, Crispijn, is er nog ergens een restje pizza? Niet één klein puntje, commandant. Ook dat is wel heel verdrietig. Helaas geen pizza vandaag, maar wie heeft er zin in vis en chips? Oeh, dat is nou eens. Hapje voor onderweg, Elvis. Ik bewaar mijn trek voor vis en chips, commandant. Nieuwe hond in de stad. Kom nou opschieten, hij is er bijna. Oh, Snuffy.
Hallo allemaal. Ik wil jullie graag voorstellen aan mijn nieuwe partner. Waarom doet hij de laadklep open? Zit zijn partner in de achterbak? Kijk eens hier. Dit is Shadow. High five. Low five. Rol en sta. Oh. Wow. Snuffy, doe niet zo gek, joh. Aangenaam kennismaken, Shadow. Ik zal je voorstellen aan Radar. Ik ga Snuffy trainen, zodat hij zich ook gedraagt. Oh, echt niet. Ik heb hem vorig jaar geprobeerd te trainen. Ik zei zit en toen joeg die tijger de boom in. Oh, echt wel, Jaap? Want ik ben immers een veel betere hondentrainer dan jij. Oh, echt waar? Bewijs dat maar. Doe ik? Want aan het eind van de dag heb ik Snuffy tenminste één trucje geleerd. Dus één meer dan jij. Pak hem, Radar. Pak hem. Ah, daar is Radar. Oh, wie is mijn lieve jongen? Dat ben jij, Radar. Oh, jawel, jawel, jawel. Kijk eens aan, Shadow. Dit is Radar. Radar, dit is Shadow. Zo te zien kreeg Radar misschien wat concurrentie bij het vangen van de bal, Elvis. Concurrentie? Oh, dat zal wel niet, Sam. Radar is een echte kampioen balvanger. Moet je zien. Huh? Wow, geen zorgen, Radar. Dat was gewoon een mazzeltje. Goed, Snuffy. Nu ga ik jou je allereerste hondentrucje leren. We gaan oefenen op een high five. Deze hondentrainingswebsite zegt dat je makkelijk moet beginnen. Je moet niet meteen voor de moeilijke trucjes gaan. Maar dit is makkelijk voor een hondentrainer zoals ik. Kijk maar. High five. Nee, Snuffy. High five. High five! Ik zei het toch. Oké, concentreer je, Sarah. Gebruik een kalme en lage stem. Kalm en dus laag houden. High five. Ik zei het toch. Voor de tweede keer. Oké, dan herhalen we het commando. Snuffy, kijk naar mijn hand. High five. High five. High five. High five. High five. Gewoon 945 keer high five zeggen gaat echt niet werken, Sarah. Nou, ik denk van wel, Jaap. Het gaat hem echt wel lukken. Snuffy. Ik ga die hondentrainingswebsite van jou eens lezen, ja? Hé, hey, wil je spel spelen? Hoe gaat het hier? Nou, Elvis gooit de bal steeds naar Radar en Shadow die vangt hem steeds. Oké, misschien moet ik Shadow weer naar het bureau brengen. Gewoon, zodat Radar ook even kan spelen met zijn bal. Nee, nee, dat zit wel goed. Hij gaat er zeker weten snel eentje vangen. Want dit keer gooi ik de bal echt heel, heel erg hoog. En Radar is supergoed in hele hoge ballen. Of niet, Radar? Zeg dat wel. Ik weet het. Nu geef ik Radar een voorsprong. Snel, Radar, vang deze! Ja. Ik zei toch dat Radar er eentje zou vangen? Wie verliest er nou één laars in een bosje in het park? Volgens mij is die van mij. Karel, ik heb je niet gegeten.
dat je gewoon heel streng moet zijn als je hond niet wil luisteren. Heb ik al geprobeerd. Ik zeg het je, Snuffy luistert gewoon echt helemaal nergens naar me. Klinkt dit streng genoeg? High five! Geef het nou maar op, Sarah. Snuffy doet gewoon nooit een high five. Snuffy, kom hier! Sarah, stop! We moeten naar buiten! Pap, pap! We moeten de brandweer bellen! Er is brand in het Volviscafé en Sarah is nog binnen op zoek naar Snuffy. Er is brand in het Volviscafé en Sarah is nog binnen op zoek naar Snuffy. Achteruit voor je eigen veiligheid. Dankjewel. Ik ga Sarah en Snuffy zoeken. Dan pak ik de brand aan. Ik zie Sarah en Snuffy hier niet. Ik kijk wel in de kelder. Begrijpen, Sam. Sarah! Ik ben hier ook, Sam! Oh, Sarah, we moeten weg. Maar ik kan Snuffy niet vinden. Rustig blijven, Sarah. We vinden hem wel. Maar eerst moeten we jou hieruit zien te krijgen. De brand is uit, Sam. Ik kan Snuffy nergens vinden. Wat is er, meisje? Ga maar, laat zien. Snuffelt Shadow aan het speelgoed van Snuffy? Zo probeert ze hem te vinden voor je. Ze maakt zich zorgen om de rook. Vogel, radar! Heel goed, volg! Wat een team! Sorry, Andy. Ik was Snuffy aan het trainen en hij is, denk ik, het café ingeslopen en heeft het fornuis aangezet. Ja, Sarah, je moet honden goed in de gaten houden en ervoor zorgen dat je altijd weet waar ze zijn. Leni heeft de honden nagekeken en alles is goed. Oh, Snuffy. Gelukkig ben je veilig. Allemaal dankzij Radar en Shadow.